hoor zijn stem, hij de mijne. Als ik dwaal, zoekt hij mij op, brengt mij veilig thuis. Mijn herder verzorgt al mijn wonden, heeft mij teder verbonden. Er is geen betere plek dan bij hem te zijn. Zijn spoor, hij zal leiden. Als ik val, geeft hij mij kracht om weer door te gaan. Mijn herder verzorgt heel mijn leven door het zijne te geven. Er is geen betere plaats dan bij hem te zijn. Hij mij brengen zal naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn. Goedenavond, fijn dat je kijkt naar Nederland Zingt vanuit dit oude kerkje hier in Kortehoef. Vanavond zingen we liederen rondom het thema Thuis in de Hemel. Een thema dat ook alles te maken heeft met hemelvaart. 2 jaar geleden overleed Kinga Baan. Een geweldige vrouw en een geweldige zangeres. Vanavond zingen we liederen die zij in haar leven veel gezongen heeft. En dat doen we met mensen met wie ze veel gewerkt heeft. Veel gespeeld, veel gezongen. Fijn dat jullie er zijn. We gaan nu kijken naar een opname uit 2018 vanuit de Sint-Michaëlskerk in Zwolle. Kinga was toen al heel erg ziek, maar de hoop in haar zorgde ervoor dat ze kon blijven zingen. Jezus alleen, ik bouw op hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem, dwars door het duister van de nacht. Zijn woord van lied verdrijft mijn angst, nu vind ik rust. Mijn vaste grond, mijn fundament. Dankzij zijn liefde leef ik nu. Ik kies vandaag.
bestaan. Ik kies vandaag. Ik leef voor u. En zo kun je zelfs na je dood een getuigenis zijn en mensen blijven inspireren. En dat doet ze. We gaan nu luisteren naar een aantal samenzangliederen vanuit de Cunera-kerk in Rhenen. Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen. Oh,
Loslaten en uit handen geven. Persoonlijk ben ik daar niet heel erg goed in. Ken je dat? Maar als ik het dan kan overgeven aan Jezus en met hem op pad ga, geeft dat rust. Als er één zin is uit het volgende lied waarvan ik hoop dat je die morgenochtend nog in je hoofd hebt, is dat God zal altijd van ons houden. Dat wens ik je gewoon toe. Stijgt zijn hoge troon bij het schallen van trompetten. Zing een lied voor onze koning, voor de God van alle goden. Heel de wereld buigt voor hem. Heel de wereld.
de koning sluit zich aan bij zijn volk, bij het volk van Abraham. Geen van die koningen kan tegen God op. God is God de hoogste macht. God is God de hoogste macht. Iedere koning sluit zich aan bij zijn volk. Dat waren liederen vanuit de Cunera-kerk in Rhenen. Ik heb Skype-contact met Inge Klumper. 2,5 jaar geleden overleed haar man aan alvleesklierkanker. En een uitspraak van hem heeft haar de hoop gegeven om door te gaan. Goedenavond, Inge. Goedenavond. Dag. Inge, je hebt heftige jaren achter de rug, om het zo maar te zeggen. Ik had het net over een uitspraak van jouw man. Wat was dat voor uitspraak van hem? De avond voordat Jan te horen kreeg, of dat we te horen kregen dat Jan een tumor had, heeft hij in het ziekenhuisbed eigenlijk best wel even een heel moeilijk moment gehad. En naar God uitgesproken. En ineens besefte hij, en had hij ook gelezen van, oeh, het kon wel eens fout gaan. En vanaf dat moment was het die strijd. En hij vertelde me dat pas de dag daarna, 's avonds, van, maar ook een enorme vrede, wat ineens over hem kwam. En die vrede, die heeft hij de hele tijd bij zich gehouden. En dat had ook met deze uitspraak te maken. Ik ga naar de hemel toe. Ik ga naar de Heer Jezus toe. En dat geeft zicht op de toekomst. En dat heeft hem, maar ook mij en ons gezin en ook heel veel mensen om ons heen enorm bemoedigd eigenlijk. Getroost en bemoedigd. Ja, zeker. En ik heb begrepen dat je er ook een gedicht over hebt geschreven, over na die tijd. Ja, ja. Sprakeloos, stille woorden, over en weer, een ieder in gedachten. Ogen doorgronden zoeken het hart om hoop te verwachten. Het uitgesprokene hangt als een schaduw gebogen over leven. En toch klinkt er licht door een open hemel aan ons gegeven. Wauw. Nou, dus om stil van te worden. Maar mooi dat het licht niet uitgaat en niet dooft. Zoals je dat ook zo mooi verwoordt in je gedicht. Precies, precies. Dat blijft doorgaan, dat licht. En ik geloof ook zeker dat een van de krachtigste werkingen, voor zover je dat kan zeggen, van hemelvaart is. Ja, absoluut. De Heer Jezus is wel teruggegaan naar de hemel, maar eigenlijk is die hemel open gebleven. Zeker, ja. Zeker. Dank je wel dat je dit wilde delen met ons. En, graag gedaan. Heel veel sterkte en hoop toegewenst. Insgelijks. Dankjewel, Inge. Ja. Ja, dat was Inge Klumper. We gaan nu luisteren naar het lied Altijd Welkom, gezongen door een goede vriend van Kinga, Elwert Smelt. En na dat lied gaan we verder met de uitzending op nederlandzingt.eo.nl. En dan praat ik ook nog met de man van Kinga, Reinder Eimker. Maar nu eerst Altijd Welkom. De deur staat voor je open, kom je even binnenlopen. Om te eten en te praten, al je onrust los te laten. Want je bent toch niet vergeten, dat je altijd mee mag eten. Zie je de gedekte tafel, de plek waar ik ontrafel,
wat er binnen in je hart leeft, wat jouw moed en wat jouw kracht geeft. En ik zal geen oordeel geven, maar in liefde met jouw leven. Deel met mij in de overvloed. Er is genoeg. Voel je vrij jezelf te zijn. Je bent en blijft altijd wel. Schenk nog eens je glas bij, nu wij bij elkaar zijn. Laten we proosten op de liefde en samen eens genieten. Als wij afscheid moeten nemen, weet dan dit, het is voor even. Dit ben ik. Zeggen wat ik denk, nog voor ik heb gedacht. Gewoon lekker beginnen en niet te lang gewacht. Handen uit de mouwen en het hart voor op de tong. Dus toen jij zei, ga met me mee, dacht ik niet na. Is mijn liefde goed bedoeld, maar niet volmaakt? Ja, je weet toch dat ik van je hou. Dit is mijn ja zonder maar. Kom en maak mijn woorden waar. Maak ze. Dit ben ik. Ik wilde voor je vechten toen in die zwarte nacht. Maar jij schudde je hoofd. Zo werd je weggebracht. En als dat nog voor me spreekt, ik ging het vechten.
zei, jij bent zijn vriend, verbleekte ik en zei ik zomaar nee. Dit ben ik, veilig achteraan, nu jij hier bij ons bent. Ik schaam me voor mijn grote mond en hoe ik je heb miskend. Maar nu ben ik er klaar voor. Jouw weg is waar ik ga. Als iemand zegt, jij bent zijn vriend, dan zeg ik van. Dit ben ik, dit is mijn liefde, goed bedoeld, maar niet volmaakt. Ja, je weet toch dat ik van je hou, dit is mijn. Fijn dat je nog steeds kijkt naar Nederland Zingt, maar dan nu via YouTube. Naast mij zit Reinier Eimker, de man van Kinga. Fijn dat je er bent. Ja, we hebben heel wat liederen gehoord vanavond. Hoe is dat voor jou eigenlijk? Even om dat zo allemaal te horen, om de vrienden ook weer te zien van Kinga. Ja, super. In deze opstelling is het heel leuk om ze te zien. Ja. Ik zie ze natuurlijk al vaker, maar dat is, maar zo op deze manier is het echt een klein reunietje. Ja. Van weer samen wat doen. En ja, ook de liederen van Kinga. Ja, ik vind het altijd mooi als het haar werk, wat zij met veel liefde en vol hart heeft gemaakt, dat toch terugkeert en mensen kan bemoedigen en iets voor andere mensen kan betekenen. Ja, nou, dat doet het dus, zeker. Ja, zeker. En je hebt ook zelf 3 nummers uitgekozen waar je iets over wil vertellen. Maar eerst even voordat we dat gaan doen, hoe is het met je? Het is nu 2 jaar geleden. Hoe is het met je? Ja, hoe is het leven zonder Kinga? Ja. Het is altijd een vraag die veel gesteld wordt. En als ik kan zeggen van nou, hoe met me gaat, vandaag gaat het goed met me. En zo zie ik het ook een beetje van nou, mijn goed, die ik nu goed is, mm-hmm. is niet de goed van 2 jaar geleden, maar is het goed van vandaag. En daar hoort dus missen, hoort dus geen partner hebben. Kinga niet om me heen, geen moeder voor mijn kinderen. Dat hoort daarbij. Mm-hmm. En dat is pijn, dat is lijden. Naast heel veel vreugde met mijn kinderen. Dingen die ik doe per dag. Dus het is een soort van bijverdriet
en bij vreugde. Het zit heel dicht bij elkaar. Als het hele leuke momenten zijn. Nou, bijvoorbeeld een dag als dit. Gaan maken muziek. Is heel leuk. Maar het is ook echt dat je dan voelt. Oh ja, ze is er niet. Of ik mis haar. En dat is eigenlijk in mijn leven. Eigenlijk elke dag. Van, er zijn hele mooie momenten. Ik geniet. Ik geniet van sporten. Ik geniet van mensen om me heen. Maar ik kan niet delen met degene waar je het mee wil delen. Ja, dat en dat is wel, ik noem het lijden. En dat was voorheen leren leven met ziekte. En nu is het leren leven met gemis en verdriet daarvan. Ja. 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 Je hebt, wat ik al zei, 3 nummers uitgekozen. Het eerste lied hebben we al gehoord, Dit ben ik. Waarom heb je dat uitgekozen, dat lied? Nou, Dit ben ik is ook wel met de samenstelling die we vandaag hebben van de tour van U weet het toch. Een lied wat centraal stond, het themalied. Mm-hmm. En het komt eigenlijk vanuit de tijd voor Pasen met Petrus. En de tijd dat je dus ook kan zeggen van nou, ik geloof niet of ik hoor er niet bij. Maar ook wel het moment erna van Jezus is dan aan het kruis gegaan en is weer opgestaan. En er is dus een moment om toch weer een soort verzoening te hebben. En het mooie van het lied is ook, Kinga die was de dag voordat zij overleed, dat was op zondagavond. En Roland, die ook vandaag gitaar speelt, ja. die deed met ons 1 keer in de week op zondag, de laatste paar zondagen voor haar overlijden, kwam die bij ons een beetje gitaar spelen en liedjes zingen. En de zondag voordat Kinga overleed was dit de dagtekst van Ter Zee. En we hadden toen zo'n bundeltje die we gebruikten. Van, u weet toch dat ik van u hou. En dan heeft zij 23 of 24 concerten van gegeven. En steeds die tekst naar voren gekomen. En op de dag dat ze overlijdt, van nou, u weet toch dat ik van u hou. En daarmee is ze de volgende dag overleden. En het was echt zo'n soort van moment van, dat komt binnen. Je kan zeggen toevallig. Maar voor mij is het ook wel echt een kniphoog en een stukje... Ja, hoop van, ik ben erbij. En met zo'n volle overtuiging die Kinga had van... Ik kies volledig, ik zeg volmondig ja, zoals het in het lied gezegd wordt. Heeft ze dat gedaan en daarmee weet God toch dat ze van hem houdt. Ja, dus, mooi. Ja, dus dat was voor mij het lied. Ja, dat raakt je nog als je eraan terugdenkt. Ja, ik vond echt een... nog steeds het voor mij van dit soort momenten, van zijn echt bemoedigend... Zo zijn er van meer van die momenten dat je denkt, dit is echt van knipoog. Je kunt er voor openstaan. Dus probeer ik voor open te staan. Ja. Om het ook zo te zien. Maar het komt binnen bij je. Ja. Dus het raakt. Ja. En het doet wat. Ja. Het doet veel. Ja. 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 Troostend. Jazeker. Ja. We gaan nu luisteren naar een lied van haar, Vandaag. Ja. En daarna ga je vertellen waarom jij dat lied gekozen hebt. Vandaag. Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand. Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand. De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit. En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer vooruit. Dit is vandaag. Het is alles wat je hebt. Morgen komt later. En gisteren is alweer weg. Dit is vandaag. Met zijn vreugde zijn pijn. Je hoeft maar 1 ding te doen. Dat is er zijn. Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je hoopt.
Als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder loopt. Bedenk dan als je zicht verliest, je loopt in iemands zicht. De aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat nooit dicht. Dit is vandaag, het is alles wat je hebt. Morgen komt later, en gisteren is alweer weg. Dit is vandaag. Zijn vreugde en zijn pijn. Je hoeft maar één ding te doen. Niets is moeilijker dan laten gaan. De toekomst, het verleden. Ja, mooi lied. Vandaag. Waarom was dat jouw keuze? Nee, je vroeg net hoe het met me gaat. Vandaag is wel echt een themalied voor mij en ons gezin en voor Kinga. Al jaren. Mm-hmm. En dat is het eigenlijk nog steeds. Van leven met de dag. Weet je, als je over de toekomst gaat nadenken en ook de tijd waar we nu in zitten met alle gekke regels en alle dingen die we moeten doen. Heel veel dingen heb je geen invloed op. En op het moment dat je zegt van vandaag leef ik gewoon vandaag, ik geniet van vandaag, of ik ben verdrietig om vandaag, dat werkt, dat helpt. Ja. En daarmee is het ook overzichtelijk. En dan kun je zeggen van hoe ga ik met de dingen om? Weet je, iedereen maakt dingen mee. En als ik het gewoon per dag bekijk, dan is het goed te handelen. En dat is ook hoe het voor mij is, van als ik gewoon per dag, en dat is wel eens een dag langer, weet je, het is niet zo sec één dag. Maar wel van, hoe ga ik dit nu aan? Of hoe ga ik met mijn kinderen om? Of waar gaan we mee leven? Dan helpt gewoon die gedachte. Oké, vandaag. En God is erbij. Voor vandaag is genoeg. Vandaag is genoeg. En wat zijn moeilijke dingen? Er zijn heel veel lastige dingen. Bijvoorbeeld mijn dochter die iets meemaakt. En ik met haar over praat. En dat ik denk, nu zou ik best wel even met Kinga overleggen. En die is er dan niet. En als ik het bijvoorbeeld aan mijn moeder zou vertellen, denk ik, die is een oma. Die reageert vanuit de oma-rol. Dat is niet de moeder. Nee. Weet je, dus dat is bijvoorbeeld het moment dat je denkt, lastig. Was je er nog maar? Ja. En dan denk ik, ik doe mijn best.
En we kijken morgen hoe het weer gaat. En dan zien we morgen wel weer. Ja. Dus dat is, ja, dat is zo'n moment. Ja. En het verdriet van de kinderen zien lijkt me ook heel moeilijk. Ja, klopt. De kids, dat zei je, vreugde en verdriet zitten heel dicht bij elkaar. Dus Ike, we zijn bezig met liedjes maken met de kinderen, zingen. Dat vindt ze superleuk. En vervolgens gaat zij dat de hele dag doen. Komt ze helemaal vrolijk thuis. En dan is ze even douchen en dan in één keer is ze heel verdrietig. En dan komt ze naar beneden en dan is ze aan het huilen. En dan, wat is er aan de hand, weet je? En dan zo van, ja, dit gaat mama nooit meer meemaken. Zij ziet mij niet opgroeien, ze ziet niet mijn passie, mijn liefde voor eigenlijk dezelfde dingen als die zij heel leuk vond. En dat is dan zo. Weet je, dan, ik kan het niet wegnemen, ik kan het niet weghalen. Maar wat doet het met je? Ja, daar word je zelf ook wel verdrietig van. Maar deels ook dat ik denk, oh, het is wel zo mooi dat ze dat ook kan zeggen. En ook dat ze dus het erg vindt. Weet je? Dat je het, dat ze dus zo belangrijk vond wat haar moeder ervan zou vinden, dat ze dat ook kan benoemen en kan uitspreken. Ja. En als je het daarover hebt, je zegt, nou, je hebt heel veel, mama is er nog, mama is erbij. Niet in de zin van dat ze letterlijk hier is, maar wel, hey, die passie, de dingen die jij leuk vindt, die heb je ook van, ja, van mij, van die moeder. En daarin is ze er ook bij. Ja. En zo is het ook van, er zijn heel veel momenten dat je dan dat kunt, op dat moment kan voelen van, oké, we delen het met elkaar en we kunnen het zien en dan voelt het goed. Ja. Ja. Maar het blijft moeilijk, ja. Ja. En ja, precies. En dat is ook wel het andere lied waar we dan, waar ik had uitgekozen had. Ja. Van, zo zal ik bij je zijn. Zo zal ik bij je zijn. En dat zijn dat soort momenten van, oh ja, ze zitten een beetje in mijn kind. Ze zit dus in mijn zoontje, mijn dochter. Maar ook in dingen waar je dus voor open staat. En nou, een van de momenten, dat vind ik dus mooi in het lied. Zo van, het kan in allerlei dingen zitten. En een van die momenten was ook toen zij begraven werd. En toen hadden we woensdag een moment geprikt. Van, daar kan heel veel mensen afscheid nemen op hun manier van Kinga. En Kinga heeft natuurlijk het lied Ik zal er zijn veel gezongen. Ja. En ja, misschien is dat wel het meest bekende lied wat zij zong. En op die avond van die woensdagavond, toen stond er een regenboog over de lichtboog heen. De lichtboogse kerk waar zij opgebaard was. En daar al die mensen naartoe konden. En die avond is er ook een regenboog. En dan denk ik, oh ja, dat is ook zo'n moment. Oh ja, je bent in de, dat is natuurlijk gewoon een natuurverschijnsel. Maar op dat moment geef je wel zo'n teken van hoop. Van, hey, ik ben erbij. En dat is mooi. Ja. Dus dat soort momenten. En dat is dus ook met kinderen, met de kinderen of met vrienden om je heen. Dat je denkt, oh ja. Dus, ja, hoe helpt dat jou? Ja, dat helpt mij wel. Gewoon, ja, beseffen van wat zijn de mooie dingen. En waar is, ja, het is niet alleen maar verdriet. Weet je, dus, en het helpt mij een beetje een soort licht aan de horizon. Van kijken naar wat gaat komen. En heel veel dingen zijn natuurlijk, je kunt alles heel negatief zien. En er zijn genoeg redenen om iets te bedenken dat het nu niet goed is. Hè? Of hoe we nu leven of wat dan ook. Maar je kunt ook denken, oh, dit zijn teken van hoop, van dingen die gaan komen. Ja. Ja. Is het thuis? Ja, zij wil heel graag naar de hemel. Ik denk dat ze daar wel is, ja. En ze zei, jij zei het een keer tegen, je zei het tegen mij, van, het lijkt een soort wereldreis. Ze is weg, maar... Ja, het is een soort wereldreis inderdaad. Van, zij gaat, zij is al op wereldreis en wij zijn op de luchthaven uitgezwaaid. Ja. En wij willen eigenlijk ook, maar wij moeten nog hier zijn. Ja, maar eens. Eens, ja. Klopt. Dankjewel voor je openheid. En jullie bedankt voor jullie bijdrage. En we gaan naar jullie luisteren. Mirte gaat zingen Zo zal ik bij je zijn. Fijne avond. Als de vogel die zingt, als de dag die begint, als de droom die nog even blijft hangen. Als een kus op je wang, niet te kort, niet te lang, zo zal ik bij je zijn. Als
als de zon op je huid, als het verre geluid van een lach op de zomerse ochtend. Als een kind van geluk, niet te stil, niet te druk, zo zal ik bij je zijn. Je zingt als muziek die je dwingt om te dansen en niet meer te denken. Als de snaar die je raakt, elke tel, elke maand, zo zal ik bij je zijn. Hoger dan. Heb je ook zo genoten van deze uitzending? Abonneer je dan op ons Nederlands Zingt YouTube-kanaal door op deze rode knop hieronder te drukken.